Oh, heel jammer. Want ja, de kinderen moeten de toekomst ook. Ja, moeten de toekomst krijgen. Ik zou het echt heel erg vinden als ze de valk gaan sluiten. Juist nu de valk bezig is met vooruitgang. Je ziet nu eindelijk allemaal jongeren rondhangen die iets te doen hebben. Die echt gewoon productief bezig zijn. Ze zijn bezig met tracks opnemen. Ze zijn bezig met film maken. Ze zijn bezig met theater. Ik vind het heel jammer als valk die gaan, want we kunnen hier altijd oefenen. We kunnen hier altijd onze ei kwijt. Hier kunnen we chillen, optredens en ja, zoals een chill room. Wat ik vind van de bezuiniging... slaat helemaal nergens op. De staat heeft één ding. Ze doen wat ze gierig. Willen. Gierig. En ze doen wat ze willen. Ja, ze doen allemaal wat ze willen. Als ze één ding zeggen, dan wordt het ook gedaan. Punt uit, klaar. Ja, ze bezuinigen op jongeren. Nu help ik andere jongeren weer om hun dromen waar te maken. En dat moet gewoon blijven. Het kan niet zo zijn dat een of ander kabinet even beslist van... luister, we gaan daarmee stoppen, weet je. Dus de valk moet blijven. Kijk, dit is de enigste plek waar ik in de studio kan. Dan ga ik het kraken en dan zorg ik ervoor dat het blijft. Ik vind het echt kloot. Ja, ik vind dat je het niet kan maken. Het is juist zo belangrijk om mensen ja, wat te doen te geven. En zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen in wie ze zijn eigenlijk. En daarvoor is muziek en kunst en cultuur heel belangrijk. Liever hier dan buiten. En dan wil ik niet eens weten waar het in deze buurt aan naartoe gaat. Wat willen ze? Willen ze dat jongeren weer op het pleintje gaan hangen? Weer jongeren met elkaar, jointjes, drinken. Komt altijd weer geruzie, gesteek, geschoten. Heb je weer een probleem? Wat denk je dat dan gaat gebeuren? Dan staan weer groepjes om de hoek. En mensen voelen zich dan weer zogenaamd onveilig en zo. Ik denk dat de sfeer gewoon weer achteruit gaat. Op straat blijven hangen en dan mensen lastig vallen en zo. Gaan ze weer zeggen, probleem wijken, gaan ze weer investeren weer in nieuwe centra's en dit, dat is wat ze doen, is ze doen allemaal hetzelfde routine. De staat loopt vast en ze lopen de hele dag rond in een cirkel. De staat van nu kan de druk gewoon niet aan, is te veel voor ze. Zo is het en zo blijft het. Wat ik vind is gewoon, ze investeren in junkies die bruin en wit gebruiken, maar ze investeren niet in boys die later nog een carrière moeten hebben. Hoe jongeren elkaar nogal op het verkeerde pad kunnen brengen. Als je zo'n plek als de valk niet meer hebt, dan gaat het alleen maar erger worden. Het gevolg zou zijn dat je veel meer hangjongeren krijgt. Je krijgt veel meer overlast op straat en zo. Dus ja, het wordt sowieso slechter. Dingen stelen en dat soort dingen. Dus. Drugs en 15-jarige zwangere meisjes. Laatste boodschap!